Het is gewoon een mooi eiland. Mensen, je stapt vanaf Rotterdam, de brug die verbindt, in de natuur. Je bent niet in Rotterdam. Dat vind ik, dat is echt mooi. Ja, komt er dagelijks. En de reden dat Gerrit dagelijks op het eiland komt, heeft ook met zijn werk als tijdelijke brugwachter te maken. Elke keer wanneer er een boot langs de Ben Schopbrug moet, komt Gerrit de brug openen. Vanaf eind juli wordt het centraal vanaf de Erasmusbrug geregeld, maar voor nu kunnen ze hier niet zonder Gerrit, voor wie de brug inmiddels veel betekent. Want het is deze brug die hem zijn nieuwe liefde heeft doen ontmoeten. Toen kwam ze hier aanlopen en toen was er oogcontact. En heel even ook gewoon het sociale contact wat je hebt als de brug open is geweest met mensen die hebben staan te wachten. En een paar dagen later kwam ze weer, achteraf bewust op zoek naar Gerrit, de brugwachter. En toen legden ze contact en even uitvissen of ik wel of niet een relatie had. Het is gewoon netjes gevraagd van, goh, elke keer zelfde tijd, niet leuk voor moeders de vrouw. En toen zei hij van, nou, niet leuk voor mijn dochter, moeders de vrouw, die heeft een eigen huis. Dus toen wist ik van vrijgezel. En toen zei mijn vriendin van, ze gaat wel een keertje voor je koken. En toen zei hij van, nou, hier heb je mijn nummer, bel me maar. En na een paar afspraakjes bleven Gerrit en Laura met elkaar afspreken en lopen ze nu bijna dagelijks hun rondjes rond het eiland. Elke keer als Gerrit wordt opgeroepen probeert Laura met de hond te komen, zodat ze samen kunnen genieten van de natuur. En vanwege hun liefdesverhaal hebben ze de transformatie en schoonheid van het eiland van dichtbij kunnen aanschouwen. Het is heel erg veranderd. Ik vind het toegankelijker. En ja, het is gewoon een mooi eiland, mooie natuur, heel veel vogels. Ik vind de contrast dan dat je de stad en als ik de brug, zeker s'avonds of s'nachts ben ik hier ook wel eens. Hè, 10 uur, 11 uur, 1 uur. En dan als de brug open is, want die brug zelf maakt nu herrie, maar als de brug open is, de stilte. En een bootje wat met stilte binnenkomt, een maandje, ja zeg, dan hoor je de vogels. Ja, dat is echt schitterend. Het is gewoon een beetje mediterend bij wijze van spreken.